Het is God Henk, het is Friday. Ja, ik vind het jammer. Was dit zo'n lekkere training. Maar ja, het is vandaag vrijdag. En de laatste trainingsdag. Ik ga er nog even keihard tegenaan. Ik had gisteren 15 minuten op 10% gelopen. Ik ga vandaag proberen 20 minuten op 10% te lopen. En dan zie ik het wel. Als ik het niet red, dan red ik het niet. Maar ik vind dat ik steeds weer beter ga lopen. Ik loop ook steeds harder. 5,5 kilometer per uur op die hangse bal. Dus. Nou, het is trainingsdag, dus wat heb ik ons al een beetje? Ja. U raadt het al. Twee eitjes. En yoghurt. En een vitaminepil. Dat is het. Dat is mijn ontbijtje. Dus. Punt die zit al helemaal in vol verwachting. Klopt zij hard. Want die mag het dood hebben. Maar gaat het alleen maar om de eiwitten. Volgens een kennis van mij is het de dode het lekkerst. Maar ja, met een gekookte ei proef je het niet zo. Ja, en zonder zout, hè. Dus. Nou, we gaan even eten en ik denk niet dat ik vandaag ga fietsen, want het is weer prachtig mooi weer. Dus, terwijl het regent weer. Nou, ik zie jullie later. Zo. Goedemiddag, ik ben weer terug van trainen. Ik heb nog nooit zo lang getraind, het is bijna 1 uur. Ik ben net 10 minuten thuis. Maar we hebben ons best gedaan. En we hebben een beetje zitten lachen. Om die foto van gisteren. En Wim zei gelijk, oh, dat krijg ik wel omhoog. Maar dat maakt niet uit. We hebben weer ons flink ons best gedaan. En meer dan 5000 calorietjes verbrand. Ik heb bij elkaar 35 minuten gelopen, 35 minuten gedingerd, gefietst. Toen mijn benen gedaan. Toen nog eens een keertje buikspieroefeningen. En met de stoel ook nog. Rotate de zijen, hier zo, de zijen, buikspieren. Dus, aardig wat gedaan vandaag. Met de machine, of tenminste met de stoel, ook nog buikspieroefeningen gedaan. Dus, ik ben een beetje kapot. En ik denk niet dat ik vanmiddag ga fietsen, want het is, maar ik vind het niet zo mooi weer. En als ik ga fietsen, dan is het een klein rondje. Dus, nou. Ik wens u, ik zie u later. Oh ja, wat ik eten ben. Een salade. Maar nou is ik hier niet met vis. Maar ik heb even een omeletje gemaakt. Met speekblokjes en... Weet dat? Uitjes. Van die Indonesische uitjes die al gefrituurd zijn. En pasta kaas er doorheen. Nou, en voor de rest zit er tomaten doorheen in. Een komkommer. Dus dat is ook weer lekker gezond. Hè. En ik hoop dat ik herstel. Want ik ben aardig moe. Dus. Nou, ik wens u een. Ik zie u later met het eten. En als ik ga fietsen, dan neem ik u nog wel even mee. Dus. Nou, tot ziens. Goedenavond. Ja, het is weer tijd voor. Wat eten we vanavond? Nou, we eten. Broccoli. Met vis. Ja, want één keer in de week moet je vis eten. Dus dat doen we vanavond.
Eigenlijk is dit een recept voor met tofu, maar dan had ik even geen trek in. Dus ik heb het met vis gemaakt. Gaan het met vis maken. Wat hebben we nodig? We hebben nodig 1 rode paprika, 1 rode peper, een vis van ongeveer 300 gram. Ik heb pangaas vis genomen. In plaats van sherry heb ik Chinese rijst en ginger genomen. Dat vind ik lekker. We hebben een flesje 1 eetlepel heb ik er nodig. Sinaasappel met peper, dressing. 1 theelepel manzana en broccoli. Dat hebben we nodig. De broccoli gaat in roosjes, ongeveer 300 gram. Deze gaan in blokjes. Net als de vis en de peper. De vis bakken de vis in blok, die besnijden we in blokjes. De rode peper in ringetjes. Je mag zelf weten of je de zaadjes of die niet erin doet. In ringetjes. Dan bakken we de vis in. En dan gaat de rode peper gaat weg. Knoflookje erbij. De broccoli koken we 5 minuutjes. En dan laten we hem even uitlekken. Maar ja, ik kan het wel helemaal gaan vertellen, maar het recept staat op robertswereld.nl/wordpress2. En ik ga nou even koken. Het is al laat, het is al donker, het lijkt wel nacht. Maar ja, het is pas 4:15. Dus, nou, ik ga even koken. Doei! Goedenavond. We zitten aan tafel. Ik zal even de dag doornemen. Ja, ik heb vandaag de lex gedaan. Dus, en ik heb vanmiddag nog even 10 kilometer gefietst. En ja hoor, de laatste 2 kilometer kwam het weer met bakken naar beneden. Maar ja, ik ben het wel gewend hier in Nederland. Dus. Wat heb ik gebrouwen vanavond? Dat is geroerbakken vis met broccoli en paprika. Hoppa. Het hele recept staat weer natuurlijk op robert.nl, robertswereld.nl/wordpress2. Ja, het is eigenlijk heel eenvoudig. Je kon het ook met rijst of met noedels. Ik heb gekozen voor de noedels. Dit keer van de noedels van de Action. Daar zitten 0 koolhydraten in. Dus helemaal gek van die hele telefoon. Dus ik kan ook niks doen. Het is een softwarefout. Wat ga ik vanavond doen? Helemaal niks. Ik ga vanavond lang uit op de bank liggen. Ik ben helemaal kapot. Ik was tussen de middag al kapot en ik ben nu echt aan het eind. Ik hoef gelukkig niks te doen. Dus, nou. Geen nieuws van het PvdA-front. Maar ja, ze gaan nou wel, de regering gaat wel nou tegen het geloof, het islamitisch geloof. Die zal het niet doen. Of weet ik veel, Saoedi's. Dan gaan ze eventjes nakijken of dat niet bedreigend is voor de Nederlanders. Dus voor de wereld. Maar ja, we hebben zo'n regering met van die theedrinkers erin. Dus dat zal wel weer niks worden. Hè? PvdA rooibos theedrinkers. Flikker op. En die gasten.
Nou, ik ga lekker eten. Het is klote weer buiten. Het is al het is 6 uur. En ja, het is al pikken donker. Dus, ach. Wees blij dat we niet op de Noordpool leven. Want dan hebben we 6 maanden donker. 3 maanden licht. En 3 maanden schemering. Dus, we zitten nog gebuiteld. En ook niet in Mongolië. Want dat vriezen, daar zeg ik. Nou, ik wens iedereen een prettige avond en ik zie jullie tot morgen.